Oh ja. Spannend. Ja. Heb je al ooit eerder een vlieger gemaakt? Nooit eentje die ik goed deed. Dat is tof. Nou, was het mijn idee dat ik ben 1,70 meter en dat die vlieger dan precies net zo breed is als ik hoog ben. Wat kan je nou eigenlijk nog doen als je verbannen bent en niks meer mag? En omdat het vroeger nooit lukte, ga je ervan uit dat het nu niet lukt, of dan denk je van, dan zal het nu wel zeker lukken. Het zou mooi zijn als het wel lukt, maar ik vind eigenlijk niet zo... Het wordt vast wel iets, er gebeurt vast wel iets. Wat er precies gebeurt, weet ik niet. Of die erop past. Maar dus, zoiets wordt die. Alleen één zo'n stang voor die grootte van 1,70 met deze vorm te krijgen. Voor mij, ik ben echt gekrompen, denk ik. Het stokje is groter dan dat jij bent, ja. Dus dat is wel heel apart. Heb ik het dan verkeerd afgemeten of... Ik ben niet verkeerd afgemeten. Het zou 1,70 moeten zijn, volgens mijn paspoort. Maar ik vind het wel fijn als ik kleiner ben, want dan klopt het nog meer met dat ik dezelfde lengte als een poos heb. Het is echt 1,70 hoor, kijk maar. Nou, weet ik niet of ik het stokje precies recht had. Lijkt net, ja, volgens mij zo recht. Ja, dat is zelfs 1,66, maar zou ik nou al zoveel gekrompen zijn? Moet je zien, want hier zit 1,70. Maar ik ben dus al sinds mijn 18e 3,5 centimeter gekrompen. Dus de theorie klopt dat ik ongeveer dezelfde lengte heb als Napoleon. Ja, ik vind maten niet belangrijk, maar verhoudingen wel. Dus dat mooi, ja, is een soort gulden snede en het makkelijkste qua maatvoering is als iets gewoon klopt. Jozef? Ja, wanneer ga je naar Marokko? Ik ga 17 mei naar Marokko. En dan hoe lang? En dan bijna 10 dagen. En dan in Essaouira of zoiets gaan we heen. Dat is een kustplaats. En daar is woestijn en van alles. En dan neem ik een Napoleonpak mee. En dan wil ik met die vlieger eigenlijk meenemen. En dan daar in de woestijn vliegeren en filmen. Dat laten filmen. Nummer 1. Nummer 2. En nummer 3. Allemaal zelf gemaakt? Ja. Dat is het die jij op had, deze goed had je op? Naar Istanbul. Istanbul. Ja. Met het vliegtuig. En dan had je veel bekijkt. Bekijkt, ja. Dat vond ik eigenlijk helemaal niet leuk. Nee. Toch liever privacy. Het lukt moeilijk als je er opvallend uitziet. Ja. Ja. Ik schaamde me nogal. En ik werd ook de hele tijd als Napoleon aangesproken, maar ik ben natuurlijk eigenlijk geen Napoleon. En dan is dat toch een beetje vreemd. Had je een bordje moeten dragen? Ik ben... Geen Napoleon, ja, net als met die pijp.